Hallo mijn vrolijke kookvriendjes en vriendinnetjes. Vandaag ga ik een lekker speciaal recept maken uit de Surinaamse keuken. Wat uit de Surinaamse keuken en een beetje van mezelf, want we mogen natuurlijk experimenteren met eten. Het recept is gebaseerd op vis in masala, maar ik maak daarvan gevulde spitskool met vis in masala. En hiervoor hebben we de volgende ingrediënten nodig. Lekker een paar stukjes visfilet. Je kunt natuurlijk ook zelf vis gebruiken en die natuurlijk helemaal zelf schoonmaken. Ik heb hier tilapia filet gebruikt. Masala die we eerst lekker hebben geweld in water. Dat is nog een geheim van de Surinaamse keuken. Om de masala lekker goed op smaak te krijgen. 3 teentjes knoflook. Een half uitje. Een stukje heerlijke ajuma peper. Een bouillonblokje. Even wat zwarte peper. En een spitskool. En verder hebben we nog wat citroensap nodig. Snijd de vis in mootjes. Doen we daarna wat citroensap op. Een beetje zout, een heel klein beetje. En wat zwarte peper. En laat het eventjes erin trekken. Snijd de ajuma pepertjes in stukjes met mes en vork. Ik herhaal mijn waarschuwing van de vorige receptjes. Met vingertjes snijden. En lichaamsdeeltjes aanraken is genoeg om Surinaams te gaan dansen. Zonder dat je dat ooit eerder hebt gedaan. Maar dan voor de pijn. Dus snijd het met mes en vork. Snijd de knoflook fijn. Snijd de uien fijn. Snijd de spitskool in 2 helften. Haal de harde stronken eraf. En haal een beetje wat uit het midden. Als u een intelligente magnetron over heeft, dan kunt u de groente wat garen. Het hoeft niet helemaal 100% gaar te zijn, maar bijna gaar. En anders kunt u het natuurlijk koken. Tot het beetgaar is. En daarna gaan we verder met de bereiding. Verhit een koekenpan met zonnebloemolie en wat trashi. Pak hierin de uien, de knoflook en de ajuma peper. Tot het lekker gaar is, tot het glazig is. Altijd een beetje ketchup manis erbij. En even nog een minuutje meebakken. Doe een bouillonblokje erbij. En schep het even goed om, dat het bouillonblokje goed vermengd is. Doe nu de geweldige masala erbij. En schep het goed om, laat het even lekker meebakken. Zodat het goed vermengd is en er een heerlijk masala mengsel gaat ontstaan. Doe nu de vis erbij. En schep het goed door elkaar. En bak de vis even lekker gaar. Tot het ook vermengd is met de kruiden. Doe er een beetje heet water bij. Even dekseltje erop. En laat het even een 10 minuutjes stomen. Je kunt nu de spitskool wat vullen met de masala vis. En dit gaan we nog eventjes lekker in de oven zetten. Gedurende ongeveer een kwartiertje. Op 230. En kijk dat receptje toch eens lekker draaien. Zo, de spitskool met masala vis is klaar. En ik wens u daarom ook eet smakelijk, oftewel Sranan Sweetie. Het heeft voor ons in ieder geval heerlijk gesmaakt. Je kunt natuurlijk ook de spitskool roe bakken. Dat is ook lekker, met wat rijst erbij. Of wat anders, mie of zoiets dergelijks. Dat is in ieder geval heerlijk. Nou, ik hoop dat u er ook van zult gaan smullen. En wederom zeg ik tot u, ja, eet smakelijk, Sranan Sweetie. Ik love you.